Het lijkt me heerlijk om een keer aan een retraite deel te nemen. Maar is het niet egoïstisch om een weekend alleen weg te gaan en mijn kinderen en man achter te laten? Ja, nou die vraag die zou je eens een keer aan mijn man en kinderen moeten stellen. Wij doen het zo dat mijn man gaat 2 keer per jaar in zijn eentje op retraite en ik doe dat ook. En dat is een soort traditie in ons gezin geworden. En als het even niet lekker met iemand gaat, dan zegt mijn man, tjoh, moet je niet weer eens een keer op retraite? En meestal is het zo dat als ik ben geweest, ik neem wat leuks mee voor mijn kinderen. Dus die zien er eigenlijk ook wel vaak naar uit dat ik ga. En ik hoor heel vaak die vraag van egoïsme terug. En ook de vraag van, is het niet navelstaren dat ik een heel weekend met mezelf bezig ga zijn? En dan is het interessant om te weten dat op het moment dat jij jezelf aan jezelf gunt, als het ware, om weer in verbinding te komen met jezelf en met de Allerhoogste, met God, dat je van daaruit ook weer op een hele andere manier kunt geven. Dus ik vind zelf een heel mooi gedicht van Bernard van Clairvaux. En ik wil die graag voorlezen. Dat gedicht heet Gun je jezelf. En dat heeft volgens mij alles hiermee te maken. Hij zegt, wanneer je je hele leven en beleven volledig met bezigheden doorbrengt en je geen ruimte meer voor bezinning hebt, moet ik je hier dan om prijzen? Ik prijs je er niet voor. Ik geloof dat niemand je zal prijzen die het woord van Salomo kent. Die zegt, wie zijn bezigheden inperkt, krijgt wijsheid. Wanneer je er geheel en al voor allen wilt zijn, naar het voorbeeld van Hem, Jezus, die alles voor anderen is geworden, prijs ik je menselijkheid. Maar alleen dan wanneer ze vol en echt is. Hoe kan je echter vol en echt mens zijn wanneer je jezelf verloren bent? Ben je voor jezelf als een vreemde? Ben je dan niet alle vreemd wanneer je jezelf vreemd bent? Ja, wie met zichzelf slecht omgaat, wie kan er dan goed voor anderen zijn? Denk er dus aan, gun je jezelf. Ik zeg niet doe het altijd, ik zeg ook niet doe het vaak, maar ik zeg doe het telkens weer een keer. Wees er net als voor anderen, ook voor jezelf. En nou ja, ik organiseer zelf retraites, dus je bent altijd welkom op een van mijn retraites natuurlijk. Op de website vind je er meer over, maar je kunt ook gewoon een paar dagen gewoon alleen voor jezelf weggaan. Ontdek wat het best bij jou past. Om misschien een paar dagen per jaar echt te reserveren om gewoon bij jezelf te zijn en met God te zijn.